Zoals ideaal kom ik vanuit Spanje met de stoomboot. En dan vervolgens doe ik mijn ding te paard. Ja, en op een gegeven moment willen mensen handjes schudden, dus dan moet ik van het beest af. Dus ik zet het beest op een parkeerplek. Maar ja, staat hij niet met zijn achterste hoeven op een gehandicapte plek, hè? En gelijk een dikke pret aan me komt. Ik die agent uitleggen, luister, dat beest heeft geen handrem. Was niet mijn bedoeling. Enfin. Een jaar verder, hè, kom ik weer naar Nederland toe. Is die boete niet verdrievoudigd? Godverdomme, nemen ze mijn paard in beslag. En mijn staf. Ik weet niet meer wat ik doe. Wat ik het liefst ermee zou willen doen. Het liefst veeg ik mijn reet ermee af.